Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Brandbier en Mobiliteitswereld. Ik ben Rob Menne, pianist. En omdat het in de tuin nu kaal en koud is, ontvang ik in mijn huis artiesten, waarmee ik een spelke speel en muziek maak. Vandaag in Op Verzeuk op Bezeuk, Pascal Pitti. Goeiedag. Ja, ik heb dich zo vlees metgenomen gisteren. Ja, dat heb je nog over. Ik denk, ja, nummers met. Toch? En zullen we de tuin in gaan of hier naar binnen? Toch? Dan wel binnen, hallo. Ja, dus, gewoon naar binnen. Kom maar. Koud genoeg. Hè. Ja, we kennen ons al best lang. Ja, we kennen al een tijd, ja. Maar voor mensen die dich nog niet zo goed kennen, wem is Pascal Pitti? Ja, wij is Pascal Pitti. Nou, ik ben dus operazanger, klassiek zanger. En dan hebben we het ook met Vocalchord, met 4 klassieke zangers over crossover-programma's. En daar kennen ze mij misschien van. Maar voor 4 mensen hebben we nog geen plaats. Dus, nee, dat horen nee. We gaan carnavalsmuziek doen. Gezellig, leuk. Maar. Goed zo. C'è sorriso che ogni giorno aspetta poi, c'è una mano che lì accanto cerca noi, con un sospiro dice amore sei l'immenso che vorrei, sospiro dolce che una donna che... Son così belle le nostre donne sembra stelle chiudono gli occhi sogna noi aprono noi cantino quell'amore per noi tu le femme Sont aux yeux qui parlent au cœur Quelque chose qui ressemble à du bonheur Certaines ont des plis de bateaux Et d'autres n'en aura jamais Jamais la tête de larmes de cacher Toutes les femmes sont belles Tout au cœur en une rose Une douceur dans les yeux Une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux Route sin de Rose, die ik aan dich wil geven. Want het geluk rage zon, en mij het licht van de maanvlüsse richt in de non. Ja, dat leste kost ik. Ja, van Thai Thai, toch? Van Thai Thai is dat, ja. Maar oorspronkelijk heet je het? Oorspronkelijk heet het Toutes les femmes sont belles. En van, dat betekent? Alle vrouwen zijn mooi, natuurlijk. Nou, dat is ook zo, toch? Is ook zo, natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus het was geen... Vooral ook met carnaval. Het was geen lastige keuze, dus? Nee, wel heel duidelijk, ja. Hey, best competitief? Ik ben competitief, dat valt eigenlijk wel met. Soms wel, met sommige spelletjes beken ik wel heel competitief zin. Ja. Maar als de kinderen mee doen, ja, dan mag ik ze laten winnen. Hè. Nou, wij gaan nog een spel doen. Gezellig, leuk. Ja. Kijk en zie. Oh, heerlijk, lekker. Nou, dat had ze zelf metgenomen. Ja, weet toch wel. Ja. Dan wordt het lekker. Hey, we gaan een spel doen en dan moet ik zelf kiezen. Ik heb 3 spellen voor dich. Oké. Het eerste spel, hoe je het kunt kiezen, heet je Alles op Rieken. Dan hebben we ook nog het spel Houd hem in de gaten. En we hebben het spel Blieven Melans. En ik moet kiezen welk spel we gaan doen. Welk spel gaan we doen? Je moet kiezen. Wie is het tweede, zei ze? Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Dan gaan we dat doen. Ja, dat is me leuk. Prima. Ik ben benieuwd. Nou, Dit is houten met de gaten. Oké. En heb ze enig idee wat we moeten doen? Voor mij is dit trouwens ook een duwspel. Het is volgens mij een soort schoelen of zo. Of wat moest, het is schoelen, ja. Maar het is met een illustratie. Ja. En de clue is eigenlijk, we hebben het eerste zijn eigen vlak leeg heeft gesjoeld. Ja. Maar ook dus van de anderen. Die heeft gewonnen. En de mossen bewegen dus door hem, dus zo op deze manier. Ja, oké. Zullen we dat eens doen? Leg ze allemaal zo neer. Oh, wat de eigen barriekenaal. Ja, het is ook eigenlijk een spel voor met vaste loven te spelen, toch? Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Wat heb je met vaste loven? Dus erin. Wat heb je met vaste loven? Ja, we zijn wel heel erg vaste lovens gek. Dat is eigenlijk al vanaf kind af aan, zeg maar. Vroeger met de harmonie, zaten harmoniekjes, zo allemaal. Wie uurt zich dat? Wie uurt zich dat? Voorlopig eerder jaar met de optocht. Een paar optochten doen we altijd met een vriendengroep in Ulestrote. Want Daphne, de vrouw van mij, is van Ulestrote, dus dan zijn we er echt terecht gekomen. Met een thema, met verkleeding? Met een thema, ja. Wat we gewoon op dat jaar, zeg maar, ja, op dat jaar sleut, wat we doen. Mm-hmm. En 5 dagen, 6 dagen, een week, wie lang? Nou, we zijn redelijk fanatiek. Ligt nog een beetje eraan of we wel of leren te zingen in die periode. Maar als we nemen te zingen, dan zijn we meestal een van de eerste door en sleept we meestal de koffie s'nachts. Ja. En wie treffen we dicht aan de dag dan hoor aan? Het wil heel erg met, ik drink eigenlijk het ganse jaar. Ik drink meer geen alcohol. Dat is sowieso geen meer. Als ik ga drinken is het bier of whisky. Maar met carnaval moet ik zeggen, dan gaat het wel heel haal, maar ik heb me zo nooit echt heel slecht gevoeld. Nee. Gelukkig. Want heb je een goede tip dan voor mensen die denken van nou, dit heb ik nog nooit metgemaakt? Ja, een goede bom hè. En de lekse door? De lekse door, ja, toch wel spengenij, bekende dingen, spengenij, s'avonds een frietje of zo, weet ik wat. Of allebei? Gewoon allebei, ja. Hey, volgens mij is dit het spel waar ze ook voor moest concentreren. Dus, zullen we gewoon, ik tel 3 vanavond en dan beginnen we gewoon. En degene die dus als eerste alles weggeeft, heeft gewonnen. Hè? Ja, is goed. Dan gaan we gewoon proberen. Ja. Het kan best zijn, dus daarom hebben we allebei ook een bril op. Ja, dat het ook veiligheidsglaas ook in. Dus, ja. Dan komt die hè. Ja. 3, 2, 1. Dat geoefend. Ja, hè? Ja, echt dit. Ik heb hem gelezen bij het mos. Dus laat het bocht maar staan. Kost het wel, nee hè? Nee. Maar schoelen toch wel? Schoelen wel, dat hebben we heel veel gedaan tegen operaproducties. Die operaproducties? Ja, dat hebben we in Amsterdam, mensen die in Amsterdam het werken, waar hij van een schoelbak en waar we altijd met een paar collega's zorgen voor de ganzen om te schoelen. Dit is de voorstelling? Dit is de voorstelling, ja. En dan hoop ik dat ze de oproep niet mist, dat ze maar een titel op de boel stond. Maar dat is overigens ook nooit te mislukken. Nee, maar daar heb ze niet eens met gebruikt. Dus, zo fanatiek en zullen woord. Dat zijn vergeten woord om op te gooien. Nee, gelukkig niet. Nee, we hadden altijd wel een tientje geholpen. Ja, 1 keer trouwens wel. Dan heeft hij hem in de kleedkamer gezet, dat denk ik. Jezus. En toen waren we zus op tientje over de bühne opgerend. En we beginnen met zingen meteen. Kijk. Ja. Dus dat... Opperste concentratie natuurlijk, hè. Ik zie het ook, want heb ze... Hé, hè? Heb ze gewonnen. Zo. Kijk. Boah, ik ben een beetje oud. Ja, dat valt tegen. En we moeten er nog, of we moeten er nog, we gaan een laatste liedje doen. Ja. Ja, als het hebben ze over carnaval. Ja, dan hebben ze natuurlijk over Beppi, denk ik. Dus we gaan een liedje van Beppi doen? Ja, Beppi heeft het ook gezongen. Ja, het is een Italiaans volksliedje, is het. Met de Italiaanse titel? Vien sul mar. En oftewel, Beppi zingt dan Ik ben zo verleef. En in het Italiaans betekent het? Vien sul mar, we gaan naar de zee. We gaan naar de zee? Ja. Ik ben zo verleef. Ja. Wat deed hij de voorkeur? Kijk, de oorsprong natuurlijk, ik vind altijd, het originele vind ik altijd het mooiste natuurlijk, gewoon een stuk van de Haafkump. Maar ik moet zeggen, ik vind allebei met carnaval zijn we natuurlijk alles in Limburgs. Dat wel. We gaan verleef naar de zee. Ti desta fanciulla la luna spannerraggiaci chiara sul mar. Vieni in me che t'aspetta la bruna fino a barcare il tuo marinar. Ma tu dormi non pensi a tuo figlio, ma ne dorme che vido l'amor. Io la notte te vola solido ed il giorno te vola color. Vieni sul mar, vieni a vogar, sentirai la brezza del tuo marinar. Vieni sul mar, vieni a vogar, sentirai la brezza il tuo marinar. Ich bin so verliebt, hast dich verliebt. Als ich dich seh, bin ich blei, da dich lieb. Ich bin so verliebt. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Brandbier en Mobiliteitswereld.